vanaf de oprichting van Bekenkamp werken Roy Brinkman en Bekenkamp al samen. Allebei familiebedrijven en de banden gaan zeker al 70 jaar terug. Innovatie staat hoog in het vaandel bij zowel Bekenkamp als Roy Brinkman. De samenwerking is dan ook een mooi voorbeeld van Let's Improve Together. In dit Research and Development Center zijn er twee gescheiden afdelingen, Breeding en Elite. Speciaal voor dit project hebben we een watersysteem ontwikkeld met twee aparte waterstromen. Eén voor Elite en één voor Breeding. De waterstromen zijn van het begin tot het eind gescheiden, waardoor kruisbesmetting van de afdelingen voorkomen kan worden. Wij zijn enorm trots op dit project. Het is een prachtige opdracht waarbij we onze expertise hebben kunnen laten zien op het gebied van water, elektra, klimaat, belichting en hygiëne. Onze projectmanager Aad van der Sman had de regie qua uitvoering over dit grootste project. We hebben hier een prachtig project gerealiseerd. Voor een nieuwe locatie van 22.000 vierkante meter met maar liefst 28 klimaatafdelingen. De technische uitvoering is zeer divers door de grote variatie in teeltsystemen. Van druppelbevloeiing op teeltafels, een bovenberegeningsinstallatie, een hoge druk nevelinstallatie tot eppenvloedinstallaties op teeltafels en betonvloeren. De belichtingsinstallaties in alle teeltruimtes zijn door ons aangelegd. Ook de installatie met maar liefst 16 watersilo's. Hierbij is door middel van een gestuurde boring een connectie gemaakt met de bestaande hemelwatersilo 300 meter verderop. Bovendien is er veel aandacht besteed aan het hygiëneprotocol. Zo kiest Bekenkamp voor het compleet ontsmetten van alle waterstromen met UV-ontsmetting en het verrijken van het water met zuurstof door middel van twee molair nanobubbelinstallaties. Een dubbele hygiënesluis desinfecteert handen en schoeisel van de medewerkers en bezoekers. Als ik naar het eindresultaat kijk en terugkijk wat er allemaal gebeurd is, mag ik met trots zeggen dat we het samen gedaan hebben, mensen hier op de werkvloer. En ook zeker de mensen op het thuisfront, was het niet van het tekenwerk, dan is het in de werkplaats geweest. Het is allemaal netjes op elkaar aangepast en zelfs de klant heeft daar vol lof over. Dus ja, ik ben op dat aangaat zeer trots.